derde jaar, thema 15, les 2, politieke en economische kenmerken van Europa. Hier zie je een lijstje van de belangrijkste EU-instellingen. We gaan ze tijdens deze les niet allemaal behandelen, maar wel de belangrijkste. En bij de meeste dia's zul je ook een vraag tegenkomen. Nou, het antwoord op deze 7 vragen lever je in als weekopdracht van deze week, van week 2. Het is ook handig om de presentatie zelf er nog even bij te pakken, omdat daar ook af en toe linkjes zitten naar filmpjes die niet in deze presentatie zitten, die ik nu hier hou. De Europese Raad. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders en staatshoofden van alle lidstaten. Voor Frankrijk is dat bijvoorbeeld president Macron, maar voor Duitsland is dat niet de president, maar bondskanselier Merkel, want dat is eigenlijk degene die daar het staatshoofd is. En ja, voor Nederland weten jullie natuurlijk allemaal wie dat is. Zij bepalen de grote lijnen van de Europese politiek. Ze komen minstens 4 keer per jaar bijeen, gewoon in Brussel, de plek waar ze zitten. Zoiets wordt dan een Europese top genoemd, maar soms worden er ook nog extra toppen georganiseerd als er grotere problemen zijn. Zoals nu bijvoorbeeld rond corona. Nou, veel van dit soort toppen worden in dit geval bij corona online uitgevoerd. De Europese Raad bepaalt de strategie van de EU, van de Europese Unie. Zeg maar de grote lijnen, de grote beleidslijnen van Europa. En de voorzitter, net nieuw, sinds 2019, want vorig jaar in mei waren de Europese verkiezingen, is de Belg Charles Michel. Nou, voor hem is het eigenlijk een soort thuiswedstrijd. De Europese Commissie. De Europese Commissie maakt voorstellen voor EU-wetten. Dat is het alleenrecht van de Commissie. De Europese Commissie controleert ook of alle EU-wetten door de EU-landen worden uitgevoerd en of ze ze invoeren. De Commissie wordt bestuurd door eurocommissarissen. 1 uit elke lidstaat. Op dit moment zijn er dus 27. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor een beleidsterrein, voor een thema zeg maar. Onze eurocommissaris, die uit Nederland, dat is Frans Timmermans, is bijvoorbeeld verantwoordelijk binnen Europa voor het klimaat. En hij is bezig met het opstellen van een zogenaamde Green Deal. Bij het opstellen van wetsvoorstellen houdt de commissie altijd rekening met de strategieën van de Europese Raad. Wat de leiders van Europa, als het ware, voorstellen om te gaan doen binnen Europa. Wat het, ja, zeg maar, de weg van Europa is. En ook de adviezen van het Europees Parlement worden meegenomen. Ambtenaren van de Europese Commissie schudden een wetsvoorstel dus niet zomaar uit hun mouw. Ze praten en vergaderen regelmatig met andere groepen die belang hebben bij zo'n voorstel. Denk hierbij aan lobbygroepen, bedrijven, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden. De voorzitter op dit moment is de Duitse Ursula von der Leyen. Deze dame is ook sinds 2019 de voorzitter. En net als de Europese Raad zit de Europese Commissie in Brussel. Dan is daar de Raad van Ministers, ook wel de Raad genoemd. De Raad van Ministers heeft 27 leden, tenminste per ministergroep, want de samenstelling van de Raad is afhankelijk van het onderwerp dat besproken wordt. Als het onderwerp bijvoorbeeld onderwijs is, komen alle ministers van onderwijs uit alle lidstaten bijeen. Dus Arie Slob met al zijn collega's. Gaat het over landbouw, dan bestaat de Raad uit de ministers van Landbouw. Zo behartigen de ministers hun landsbelangen in de EU. Tot slot is ieder half jaar een andere lidstaat voorzitter van de Raad van Ministers. Als voorzitter mag een land in grote lijnen de agenda van de Raad van Ministers bepalen. In 2029, in de tweede helft, vanaf 1 juli tot en met 31 december, is Nederland weer aan de beurt. Ook de Raad van Ministers heeft als vestigingsplaats, heeft als zetel België, Brussel. Al zal er nu ook hier vooral digitaal worden vergaderd. En dan als laatste wat we hier gaan behandelen is het Europees Parlement. Het Europees Parlement is de enige instelling waarbij wij als Europeanen de leden direct kunnen kiezen. Om ons te vertegenwoordigen. Eens in de 5 jaar zijn hiervoor Europese verkiezingen. Zoals dus de laatste keer in 2019. De gekozen leden heten Europarlementariërs en totaal zijn er 751.
Wij in Nederland kunnen niet op al die 751 Europarlementariërs stemmen. Wij kunnen alleen maar stemmen op diegenen die voor Nederland in het Europarlement zitten. Het Europees Parlement neemt samen met de Raad van Ministers wetvoorstellen van de Europese Commissie aan. Verandert ze of keurt ze af? Want dat kan natuurlijk ook. Je kunt een wetvoorstel ook afkeuren. Ook bepaalt het Europees Parlement samen met de Raad van Ministers hoeveel geld de Europese Unie mag uitgeven en waar dit geld aan besteed wordt. Dit wordt ook wel het begrotingsrecht genoemd. In tegenstelling tot de andere instellingen heeft het Europees Parlement niet één, maar eigenlijk drie plekken. Twee grotere en een wat kleinere plek waar het samenkomt, waar het vergadert. Hoofdzakelijk in Brussel, maar ook één week in de maand in Straatsburg. Dat is ooit zo uitgekozen omdat Straatsburg ligt op de grens van Frankrijk en Duitsland. Een gebied wat ooit en weer Duits, dan weer Frans, dan weer Duits was. En nu dus Frans. Ook een beetje een symbolische plek. En in Luxemburg, waar het secretariaat-generaal zit. Degene die alle vergaderingen van het Europees Parlement organiseert. In Luxemburg zit overigens ook het Hof van Justitie. Zeg maar het hoofdkwartier van Justitie, waar alle Europese rechtspraak plaatsvindt, zou je kunnen zeggen. Hier nog even de drie kopstukken van Europa op een rij. De bazen, zal ik maar zeggen, van de drie onderdelen van de EU die het allerbelangrijkste zijn. Ten eerste het Europees Parlement, ook wel de stem van het volk genoemd, met als voorzitter David Maria Sassoli. Dan de Europese Raad en eigenlijk ook de Raad van Ministers, wat we ook wel de stem van de EU-landen noemen, met, zoals ik al eerder had gezegd, Charles Michel. En dan de Europese Commissie, zeg maar de Commissie voor het Algemeen Belang van Europa, met als voorzitter Ursula von der Leyen. Hier staat in het kort hoe EU-wetten gemaakt worden. Je zou kunnen zeggen dat het begint bij de burgers. Bij de burgers, daar is behoefte aan iets waar nieuwe wetgeving over gemaakt kan worden. Samen met belangengroeperingen en deskundigen wordt er het een en ander besproken, wordt er ook raadplegingen gehouden. En uiteindelijk komt het misschien wel bij het hoogste orgaan terecht, bij de Europese Raad, die het opneemt in zijn visie voor de toekomst. Dan gaat de commissie ermee aan de gang en die komt met een formeel voorstel. En dan gaan het Europese Parlement en de Raad van Ministers aan de slag. En die komen gezamenlijk eigenlijk tot een soort van wetvoorstel, wat uiteindelijk door het Europese Parlement moet worden aangenomen. Nou, wordt het door het Europese Parlement aangenomen, dan gaan de nationale en lokale autoriteiten het uitvoeren. Nou, dan zit altijd nog een soort feedbackmechanisme in, want het kan best zijn dat de uitvoering niet goed gaat. En die controle van die uitvoering, die wordt gedaan door de Europese Commissie en ook door het Hof van Justitie. Je kunt dus naar de Europese rechter stappen als je het met iets binnen een bepaalde wet niet eens bent. Rechts zie je ook nog wat linkjes naar wat info en een filmpje. En natuurlijk de zesde vraag alweer. Als we het over de economie binnen de EU hebben, kennen we twee soorten regulerend beleid. Negatieve integratie en positieve integratie. Nou heeft het woord negatief ook iets negatiefs, maar eigenlijk is het een hele positieve manier van economie bedrijven. Namelijk door het verwijderen van obstakels om internationale handel en mededinging mogelijk te maken. Om zo een interne Europese markt te creëren. Zonder dat er bij elke douane allerlei papieren moeten worden ingevuld omdat je van het ene land naar het andere land gaat. Iets wat vroeger wel tot soms weken oponthoud kon duren voor bijvoorbeeld als iemand sinaasappels vanuit Spanje naar Nederland wilde brengen. En dan is er ook nog de positieve integratie. Want binnen een interne markt moeten er natuurlijk wel allerlei regels gaan gelden. Regels over dierenwelzijn, regels over het klimaat waaronder de landbouw bijvoorbeeld mag plaatsvinden. Dit zijn twee vormen van integratie die onze economie zo sterk mogelijk moeten maken. Oh ja, nog even over mededingingsbeleid. Dat gaat natuurlijk over het controle op kartels, fusies en staatssteun. Want als we dan één markt hebben, dan mag het niet zo zijn dat in Duitsland bijvoorbeeld
de staat een bepaald bedrijf helpt, terwijl dat in Spanje niet gebeurt. Dat zou oneerlijke concurrentie binnen dezelfde markt zijn. Op economisch gebied is er de Europese Monetaire Unie, zeg maar waar de euro wordt geregeld. En wil je als land toetreden tot deze EMU, moet je wel aan een paar voorwaarden voldoen. Het begrotingstekort van je land moet onder de 3% van het bruto nationaal product liggen. En mocht het er toch boven liggen, moet de trend zo zijn dat je daar binnen nu en een paar jaar toch ook onder gaat komen. Hetzelfde geldt voor de overheidsschuld. Die moet onder de 60% van het bruto nationaal product liggen. Ook hier geldt, ligt het daarboven, dan moet ook daar de trend zo zijn dat het binnen een paar jaar onder die 60% komt. En de inflatie mag niet hoger zijn, een beetje ingewikkeld, dan 1,5% boven het gemiddelde van de inflatie van de lidstaten met de laagste inflatie. Nou, er zijn altijd bepaalde landen waar de inflatie vrij laag is. Het gemiddelde van die drie laagste landen, daar mag je 1,5% boven zitten. Nou, wat is inflatie? Inflatie is eigenlijk niets anders dan het duurder worden van de dagelijkse producten, zodat als je normaal 100 euro uitgeeft, gemiddeld aan je producten, het jaar later 102 is, dan is de inflatie 2%. De laatste vraag gaat over het berekenen van de staatsschuld. Voldoet eigenlijk de Nederlandse staatsschuld wel aan de regels van de EMU? Dan ga je zelf even uitrekenen en geef je antwoord op deze vraag. Vergeet ook niet de hele berekening in te vullen en in te sturen. Dit was de les van week 2. Als enige hoef je dus in te vullen voor de weekopdracht de antwoorden op de 7 vragen.